Als de afschuwelijke schare eindelijk haar doel heeft bereikt en de azuurblauwe poorten der diepzee zwartste mysterie knersend open zijn gegaan, met een geluid zo verschrikkelijk dat de helft der doemprofeten verwelkt tot koude kledder, vullen der overlevenden verschrompelde en in enkele gevallen door wormen aangevreten harten zich met een vrees zo afgrijzelijk dat zij zelf hem niet hadden kunnen aanwakkeren. Een vrees die een schaduw werpt over al hun eerdere genietingen, angsten, lusten, observaties, motieven. Een vrees die vaag doet denken aan zwarte, oneindige hemelen waarin ongehoorde elektronische geluiden weer klinken. Of liever aan het lijk van iemand die zich nog net de ogen heeft kunnen uitrukken voor hij stierf van angst. Zijn gezicht asgrauw en vol diepe groeven. Een vrees die geen enkel lachen aanwakkert. Nog in deze, nog in andere universa. Sommige profeten krijsen zichzelf dood terwijl hun ogen wegzinken in hun kassen en hun lichamen zich verstarren tot houdingen die sprekend op jammerkreten lijken. Anderen smelten simpelweg. Weer anderen vluchten in de comfortabele veiligheid van technologische achteruitgang. En enkele gaan zelfs gewoon door met hun leven zoals het ervoor was. De wateren worden weer rustig en keren terug in hun natuurlijke bedding. Terwijl de steden opdrogen in een ongenadig schroeiende zon.